Ja, dat is wel zo. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd als begeleider, dan denk ik ook, ik vaarde ook wel met mijn team wel mijn eigen koers. Mm-hmm. Binnen de kaders natuurlijk wel, maar... Oké, okay, dus voor wie werkte jij dan, als je daar aan terugdenkt? Van, werkte jij dan voor de plek waar je werkte? Of werkte jij voor de organisatie voor wie je werkte? Voor de plek waar ik werkte. Ja, 21 mensen die daar woonden, mijn collega's. Ja. Mijn naam is Annemarie van den Heuvel en ik werk zo'n 20 jaar in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Naast mij zit... Nicole Nijenhuis, zo'n 30 jaar werkzaam in de gehandicaptensector. Ja, en aan de andere kant van mij hebben we een nieuwe gast. Jawel. Ja, en wil je jezelf eventjes een beetje voorstellen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik ben Hessel Rienstra en ik werk zo'n 12 jaar in de gehandicaptenzorg. En nu sinds oktober bij Philadelphia. Ja, hij is zo groen als gras. Zo groen als gras. En we zagen hem lopen en toen dachten we, ja, die willen we erbij hebben. Om te kijken of jij misschien wel hele goede observaties hebt gedaan natuurlijk de afgelopen tijd, hè? Nu je bij onze zorgorganisatie werkt, bij Philadelphia. We gooien gewoon gelijk in het diepe. Bij voorbaat wil ik al sorry zeggen als we je misschien dwingen tot uitspraken waarvan je zegt, oh help, krijg ik nu misschien nog wel een nieuw contract? Nee, dat gaan we je hierbij helpen. Tijd is voorbij hoor. Dus, gelukkig. Ga er gewoon vol in met gestrekt been. Gelukkig. Ja, en in deze podcast What the Fuck met VAK verbazen wij, Nicole en ik, over ons de mooie dingen van ons werk in verstandelijk gehandicaptenzorg. Maar ook wel over de dingen waarvan we denken, what the fuck? Waarom gebeurt dit? Hoe zit dit? Waarom gebeurt het nou wel of niet? Vandaag wil ik het ergens met jullie over hebben. Ik was hier pas met een begeleider door het servicekantoor aan het lopen. En toen zei zij, ik heb het gevoel dat iedereen hier naar me kijkt. En toen, daar schrok ik een beetje van. Want toen dacht ik, maar wij zijn collega's. Je bent net zo oud als ik. We zijn toch één organisatie. We zijn toch collega's van elkaar. En dan erbij, volgens mij kijken ze amper naar je. Dat is eigenlijk ook best gek. Dat je hier loopt en niemand naar je kijkt. Dus er kwamen allemaal vragen bij mij omhoog. Wat ik gedaan heb, is haar geprobeerd een beetje dat te sussen. Want ik werd er heel ongemakkelijk van, merkte ik bij mezelf. En ook de gedachte van, wat doe ik daar dan zelf aan? Welk aandeel heb ik daarin? Maar ik dacht, ja, er zitten misschien best wel wat vooroordelen over elkaar in deze organisatie. Vooroordelen over de begeleiders, dus vanuit servicekantoor naar de begeleiders. Ja. Maar andersom volgens mij ook wel, want dat zij denkt dat ze veel naar haar kijken. Wat zegt dat over haar beeld van de collega's op kantoor? En andersom. Dus ik dacht, weet je... Laten we daar eens een podcastje over maken. Heb je er een beetje gevoel bij dit onderwerp? Jazeker. Ja, tuurlijk, omdat je ook de andere kant kent. Hè? Ik werk nu op het servicekantoor, heb op de werkvloer gestaan. En toen keek ik echt wel anders naar het servicekantoor. Absoluut. Ja, dus jij kan ook gewoon uit die ervaring putten. Ja, ja. Jij, Hessel, waar kom jij vandaan? Ja, precies hetzelfde. Ja, ik werkte hiervoor bij Cirlo. Goeiedag zeg. Nou, ik zit al mooi ingeburgerd. Ja, ik werkte hiervoor bij Cirlo. En dat was precies hetzelfde natuurlijk. Hè. Grote organisatie. En als ik daar op het kantoor kwam, was precies hetzelfde. Ik voelde me ook aangestaard door mensen die soms ook zelfs anders gekleed waren dan ik. Dus dat maakte ook al wel verschil. Ze hadden een soort werkoutfit. Ja. Maar geen uniform, maar toch was het anders dan jij. Ja, zitkleding, denk ik. Oh ja, toch? Dat heb ik nu ook aan, moet ik heel eerlijk zeggen. En bewoners bij mij, die noemden het altijd pakkenmannen. Ja, dat is een andere oorzaak bij mij. Ah. Deze is een beetje te kort, maar ik dacht, dat kan wel voor de podcast. Ja. Dat zie ik toch niet meer. Nee, dat is alleen maar te pakkenmannen dus, ja. En mannen dus ook. Nou ja, toch wel. Behalve de afdeling communicatie misschien. Daar heel veel mannen op kantoor, ja? Ja, veel mannen, ja. Oh, en hoe vond je dat hier bij Philadelphia? Ook mannen? Of? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar nu ik het zeg, denk ik dat het wel zo is. Maar ik merkte dat ook toen ik een half jaar geleden hier voor het eerst binnenliep. Ik had ook het gevoel dat iedereen naar me keek. Ja. Terwijl ik nu wel een servicekantoormedewerker ben. Maar dat is gewoon omdat je misschien ook wel omdat ik gewoon op een nieuwe plek terecht kwam. Ja. En dat je dan denkt, ja, iedereen kijkt me nu aan, want ik ben een nieuwe. Ja, maar, precies. Ja. Maar het leuke wil eigenlijk dat er hier misschien iedere dag bijna wel nieuwe mensen binnenlopen. Ja, dat de kijker helemaal geen idee heeft wie jij bent, zeg maar. Nee, dus je valt helemaal niet op, zoveel als dat je denkt. Nee, klopt. Een stukje gastvrijheid misschien ook wel weer, maar ook onzekerheid misschien wel van alle partijen dan ook wel. En het is groot hier natuurlijk, hè?
Ik bedoel, voor mensen die het niet kennen. Ik bedoel, we hebben nog een paar weken geleden was hier iemand letterlijk een beetje verdwaald. Omdat ze niet wist waar ze moest zijn. Het zijn natuurlijk wel 3 verdiepingen met allemaal verschillende plekken. Ja, wat ook nog eens alles op elkaar lijkt. Dat vind ik sta nog wel denk, waar ben ik nu? Oké. Ja. Hey, maar ik dacht, we gaan het eventjes de proef op de som nemen. Want ik vind het wel leuk om met wat, wat meer munitie te komen. Ja, dus wat we nou gedaan hebben, is dat is eventjes getest, hè? We hebben geprobeerd met een microfoon het pand door te lopen en mensen te overvallen van, joh, hey, wat vind je hier? Maar we merkten dat een beetje de brug te ver was. Ja. Die microfoon is toch wel heel beangstigend, hè? Ja, en je keek ook wel een beetje chagrijnig, volgens mij. Ja, lach aan mij, ja. Nee, grapje. Ja, okay. Nee, maar wat we gedaan hebben, is we hebben gewoon wat vragen gesteld. Eigenlijk wat vooroordelen die wij vaak horen, want wij spreken best wel heel veel begeleiders. En misschien ook wel hebben, hè? Ja. En we spreken veel medewerkers van servicekantoor. Dus die hebben we gewoon getest. Ja. En dan hebben we vragen gesteld aan een groep begeleiders die hier op training kwamen. En dat zijn dan vragen zoals, pak even mijn papiertje erbij. Zij, dat is dus het servicekantoor, bepalen wat ik moet doen. En ze gooien het altijd over de schutting. En ze hebben geen idee hoe het bij ons op de werkvloer eraan toe gaat. En dit is denk ik wel de meest gehoorde. En ze verzinnen elke keer iets nieuws. Ja. Zeker. Ja, die hoor ik toch wel vaak. Dan denk ik, oh, ik ben ze. Oh, vind ik ook iets nieuws? Ja, misschien wel, ja. Als ik aanklop voor hulp, voel ik me vaak dom. Dat is best een confronterend. Die heb ik echt wel gehoord. En ik heb geen idee wie er allemaal werken. Geen idee. Zoveel service desks dat ik alsnog niet weet wie ik moet bellen. Nou, dat hebben we dus gevraagd. En de uitkomsten ervan, ja, dat is wel even een dingetje, hoor. Want waarvan wij, ja, of ik in ieder geval dacht van tevoren, nou, daar gaan ze hoog, die gaan hoog de lucht in. Het was wel een hele leuke groep ook, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dus, maakt dat verschil, ja? Misschien wel, dat ze iets coulanter zijn of zo, ik weet het niet. Want ik had de uitslag ook echt anders verwacht. Denk jij dat jij ze positief beïnvloed hebt? Nee, want ik heb het voor de tijd gegeven en niet na de tijd. Oh, ik heb het voor dus een training gegeven voor de mensen die... Zouden ze niet zo streng voor jou durven zijn misschien? Nou, het was ook anoniem. Okay. Dus ik heb niet gezien wie wat invulde. Dus het was echt volledig anoniem, heel erg bewust. Zodat mensen echt konden schrijven dat wat ze wilden. Ja, ja, ja. En dan vind ik opmerkelijk hoe lief en aardig... Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Waarvan wij dachten, ze gooit het altijd over de schutting. Wat zou je verwachten, Hessel, als dat... Dat klopt. Zij gooien ons informatie toe en wij moeten daar dan iets mee. Ja. Toch? Ze voelden het voor mij wel. Ja, was je aan het werk en dan? Piep, mail? Ja, of? Mail of een oproep voor een algehele gehoorscreening voor alle cliënten. En dan dacht ik, hoezo ga jij daarover? Ja, waar komt dit nou even aan? Ja. Ja. Ja, dus over de schutting gegooid. Ja. Nou ja, dat zou je denken. Ik dacht het eerlijk gezegd ook. Ja, ik ook. Maar deze groep zeggen 11 mensen van de 12. Nee hoor, zo voel ik dat helemaal niet. Dus eentje wel en 11 niet. Verrassend. Dat vind ik wel apart. Ja. Hey, en zij bepalen wat ik moet doen. Dat zij, dus het servicekantoor, zet de koers uit. Zou dat waar zijn of niet waar zijn? In hun ogen. Oh, het is echt heel stil. Ja, ze zetten de koers uit. Ja, ik denk dat dat heel veel mensen dat wel zo voelen. Dat het servicekantoor op een of andere manier de koers uitzet. Ja, dat is wel zo. Maar als ik terugdenk aan mijn tijd als begeleider, dan denk ik ook... Ik vaarde ook wel met mijn team wel mijn eigen koers. Mm-hmm. Binnen de kaders natuurlijk wel. Maar ja, of dat... Ik was wel onderdeel van de organisatie, maar... Of ik er zo diep in zat, weet ik niet. Ja, oké. Dus... Oké, dus voor wie werkte jij dan, als je daaraan terugdenkt? Van, werkte jij dan voor de plek waar je werkte? Of werkte jij voor de organisatie voor wie je werkte? Voor de plek waar ik werkte. Voor de 21 mensen die daar woonden, mijn collega's. Ja. En wat is dan de uitkomst zal ik even verklappen, want voordat we weer de diepte in gaan. Ze bepalen wat ik moet doen, zeggen 10 mensen, dat is niet waar. Dus die voeren toch echt wel, voelen ze de vrijheid om hun eigen koers te bepalen, tenminste. Ze zeggen ook, sommigen zeggen, echt wel fijn dat de richtlijnen gegeven worden. En de 2 die zeggen, dat is wel waar, die zijn toch wel positief, want ze zeggen, ze zetten de koers uit. Maar wij bepalen zelf wanneer we daar dan, en wat we dan precies gaan doen. Ja, dat is mega goed nieuws, toch? Ik bedoel, als je kijkt naar de principes van zelforganisatie, is dit precies wat je wil. Ja.
Ja. Dit is precies wat wij op de servicekantoor, op het servicekantoor graag zouden zien. Zouden dat zien. Mensen dat dus we hebben het gewoon gehaald. Ja, we kunnen stoppen. Nou, misschien dat de volgende mensen die dit beluisteren, dat ze zeggen van nou, ik ben het er niet mee eens. Dus ja, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ja, als dat ze zeggen, ja, dat is allemaal leuk hoor. Ja. Want dit is echt wel sociaal wenselijk gedrag. Ik ervaar het anders. Ja, ja. Ja. Hey, want Ezel, jij zei net, ik werkte echt voor de locatie. Kan jij aangeven wat voor jou het verschil maakte toen? Tussen de organisatie en die locatie waar je werkte. Waardoor ging het vuur meer branden bij de locatie dan bij de organisatie? Ja, omdat simpelweg daar mijn werk zich afspeelde. En er hing wel een vlag van CRLO voor de deur. Nou, trouwens, die hing er niet eens. Maar ik voelde ook wel afstand. Hè? Ik werkte in Emmeloord en er was in Emmeloord nog een groep van CRLO. En de eerste twee jaar heb ik dat helemaal niet geweten. En dat zegt iets over hoe ik zelf georganiseerd was. Hoe ik zelf naar buiten gericht was. Het zegt ook iets hoe wij dat met elkaar deden. Want de manager van mij, die was ook manager van die andere locatie. En je dus hebt het gewoon echt nooit geweten? Nee. Nou, er is wel eens iets over de tong gegaan daarover. Maar het is toch gek dat je niet elkaar daar weet te vinden. Elkaar weet te versterken. Ja, ja dat zou me nu, denk ik, met hoe ik nu in elkaar steek, ook niet meer gebeuren. Maar, nee, want wat zou nu meer passen bij je, zeg maar? Hoe zou je dat nu doen? Ja, ik ben nu meer naar buiten gericht. Gericht op samenwerking, gericht op verbinding. Maar ik kwam binnen in een zorgorganisatie. Ik werkte eerder in de jeugdzorg en toen kwam ik bij de gehandicaptenzorg terecht. Dus ik heb me eerst toch ook wel een beetje afwachtend opgesteld. En ik denk dat de organisatie me daarin ook wel heel veel ruimte heeft gegeven. En misschien achteraf ook wel wat te veel ruimte heeft gegeven om afwachtend te zijn. Ja. Ik had ook best wel graag meer verbinding gewild. Ik weet nog dat er toen een keer een medewerkersonderzoek kwam. En er stond onder andere de vraag in, ben jij trots om voor CRLO te werken? Ik heb daar nee ingevuld, maar ook niet per se ja. Ja. Maar om het simpelweg dat ik... Ja. Wat is het? Ja, ik kreeg er elke maand bijgeschreven. Of er nou CRLO stond of Philadelphia stond. Nee, dat had mij helemaal niet uitgemaakt. Nee, dat maakt niet uit. Nee, precies. Nee. Herken jij dat? Als bij jou op locatie een ander bordje van een andere organisatie had gehangen, dat het voor jou niet uitgemaakt had? Ja, ja dat herken ik. Ja, precies. Want ik had hetzelfde eigenlijk toen ik op de werkvloer werkte, dat ik zoiets had als mensen vroegen, waar werk je? Dan noemde ik de naam van de locatie. Maar ik zei niet Philadelphia. Als mensen mij nu vragen waar werk ik, dan zeg ik Philadelphia. En kan ik dat ook echt met trots op een of andere manier zeggen, omdat ik Philadelphia echt een goede organisatie vind. Maar toen ik op locatie werkte, wist ik eigenlijk helemaal niet goed, ja, wie was Philadelphia en hoeveel locaties ze hadden. Net wat jij zegt, nou, ik wist echt niet hoeveel locaties Philadelphia had en wie er bij ons in de buurt waren. En nee, dat wist geen ik idee echt van. Niet. Nee. Dat komt ook terug in onze enquête. Want daar zeggen meerdere mensen, zeggen ook weer 10 van de 12, zeggen ik heb geen idee wie er allemaal werkt op servicekantoor. Nee. En wat ik gewoon overal hier wel treffend in vind, is dat ze zeggen, nou, ik kan wel altijd terecht. Ik voel me niet dom. Of als ik aanklop voor hulp, ze zijn behulpzaam, geduldig. Er zijn heel veel service desk, ik weet ze niet altijd te vinden, maar ik weet dat ze er zijn en het komt vast wel goed. En als ik ze dan gesproken heb, dan kan ik meer uit de voeten. Dan weet ik meer, dan voel ik me meer verbonden. Hè? Ja, ja, ja. Als ik jou hoor en ik ken jou nu een beetje, dan zeg je ook van, oh, toen had ik niet zo het gevoel van ik ben een Philadelphiaan. Of voor jou dan een Cirelees. Ik heb geen idee, hoe noem je zo iemand die een Cirelloos? Hoe noem je dat? Een Cirelootje. Ja, nee, ja, is ja, ja, ja. Echt heel truttig dit. Dan stoppen we gelijk weer mee. Maar ik voel me niet per se zo. Terwijl nu je hier werkt, kan je trotser zijn op de organisatie. Ja, ja. Zit daar een... Wat is de missing link daarin? Want ik denk zelf dat het op verbinding zit. En kennis. Ja. Dus dat je weet wat er speelt, zodat je daar ook trots op kunt zijn. Nou, als ik dan bijvoorbeeld kijk, hè, een tijd terug hebben wij een aantal begeleiders ook gevraagd om mee te doen in de podcast. Dat contact hebben wij nog steeds met die begeleiders. Mm-hmm. Omdat zij nu zoiets hebben, oh, werkt het zo op het servicekantoor? Oh, het is eigenlijk best wel heel leuk. Oh, er werken eigenlijk best wel heel leuk. Ja, we zijn ook heel leuk en gezellig. Ja, ja, ja. Maar daar werken leuke en gezellige mensen gewoon. En op het moment dat ze die drempel over zijn, maar op het moment, misschien is onbekend maakt onbemind. Ik ken ze niet. Is het zo eenvoudig dat we gewoon een spreekwoord ervaren de hele tijd? Ja, en soms onbekend is de afstand ook letterlijk heel groot, toch? Een tijdje terug, ik ben op een aantal locaties in Sneek geweest. Daar heb ik een klein onderzoekje gedaan voor zeggenschap. En daar ervaart men toch echt wel veel afstand tot het servicekantoor. En als er een vraag is voor een training bijvoorbeeld, dan moet je toch iedere keer wel naar Amersfoort. Dus er zit soms ook letterlijk afstand in. Ja. Die training is nooit in Sneek.
Nou, wij zijn een keer wel naar Sneek geweest. Ja, oh, tof. Absoluut. Ja, en naar Vlissingen en naar Maastricht. Daar ben je. En naar Amsterdam. Ja. Ja, ik ben denk ik het hele land door. Ik ben denk ik Oranjedorp Julianadorp. Ik ben altijd Oranje denk ik, maar Juliana ben ik ook geweest. Dus. Ja. Maar dan nog, het is wel heel gedoe hoor. Dat klopt. Dat vraagt effort en dat wordt ook gewaardeerd. Dat, ik vind het ook heel belangrijk dat het wel gebeurt. Ja. Ja. Hey, ze zeggen ook van ze verzinnen elke keer iets nieuws, maar ze hebben daar ook wel begrip voor. Hè? Dat het vanuit de overheid komt, dat vind ik dan ook wel, wel fijn. Ja. Dat daar begrip voor is. Maar het is denk ik wel een gegeven dat we elke keer iets nieuws verzinnen. Want dat is natuurlijk ook ons werk. Nou, of we iets nieuws verzinnen, weet ik niet. Ik denk wel dat het veel is wat ze te horen krijgen. Van, omdat wij natuurlijk binnen Philadelphia best heel veel op de voet volgen en informatie geven. Ja, dan is dat soms best heel veel wat je oh, en we hebben hier natuurlijk heel veel verschillende afdelingen. En de ene doet dit en de andere doet dat. Ja. En er komt veel binnen. En we vinden natuurlijk allemaal ons eigen hachje het mooiste en belangrijkste. Absoluut. Allemaal. Ja. Dus het is misschien ook gewoon veel. Het is veel. Ja, en altijd met de goede bedoelingen. En iedereen met het hart op de juiste plaats en de juiste energie. Ja. Ja. Maar als we allemaal met heel veel energie zenden, dan voelt het soms als heel veel. Dat is waar. Ja, ja, want een van de dingen die ik ook wel hoorde, hè, ze weten totaal niet hoe het op de werkvloer werkt. Dat vind ik dan ook wel een opvallende. Want nou zitten wij hier met 3 mensen aan tafel die dat wel weten. Ik weet wel dat het voor mij in mijn werk, wat ik nu doe, een hele grote pre is. Op het moment dat ik met begeleiders of CB'ers praat, dan merk ik echt dat ze zoiets hebben. Oh, maar jij weet wel hoe het werkt. Ja. En dat ik dan wel zeg van, ja, weet je, op papier staat het heel makkelijk, jongens. Als ik rondom zeggenschap praat. Maar jeetje, wat is het soms in de praktijk best heel erg moeilijk om het toe te passen. En dat je dan wel merkt van dat mensen iets hebben. Oh, maar je begrijpt me wel. Ja, maar en is dat ook een vooroordeel? Dat begeleiders denken dat je als servicekantoor gewoon niet begrijpt? Of begrijpen de merendeel van onze collega's hier in Amersfoort hen ook niet zo goed? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Laten we dat nou toevallig onderzocht hebben. Hey, wat een mooi bruggetje, hè? Nou, dit is niet per se dat. Maar we hebben natuurlijk wel ook gevraagd aan collega's hier. Hessel is gewoon met zijn goede bedoelingen hier in het servicekantoor. Ja. Op elke verdieping is hij langs. Iedereen zat me wel wat raar aan te kijken trouwens, want niemand kende me. Heb jij geen rondje gemaakt door het hele servicekantoor? Ja, ja, ja. Netjes voorgesteld, Hessel. Ja, absoluut, ja. Hey, maar we hebben dus gevraagd aan de medewerkers van het servicekantoor. Want een soort tegenhangende vragen. Bijvoorbeeld, even kijken. Wat wij vaak horen van onze collega's hier is dat ze zeggen, ja, begeleiders die kun je echt heel moeilijk bereiken. Ze reageren nooit op onze mailtjes. Ze zeggen, nou, ze klagen soms ook wel veel. Het is vaak gewoon niet goed. Dat is toch ook wel iets wat ik best wel hoor. Ja. Sorry begeleiders, maar dit is de andere kant. Roddelpraat. Ze nemen weinig initiatief. Ze wachten, hè, staan een beetje in de wachtstand. Ze lezen niet, dus we blijven sturen en er komen gewoon geen reacties. Er wordt wel gebeld, waar staat dat? Nou, heb je net een mailtje over gehad. Ze zoeken niet. Dat doe ik ook niet. Dat is heel moeilijk hoor, op mijn Philadelphia, toch? Ja, ons internet is echt ingewikkeld. Laten we het daarop houden. Ja. Sommigen zijn heel erg enthousiast en dat zijn de beste, heb ik ze gevraagd. En zij doen het moeilijke werk. Ik, dus de servicekantoormedewerker, faciliteer alleen maar. En we hebben ze gevraagd of ze überhaupt begeleiders kennen. Nou, en ook nog een vraag. De laatste vraag is. Dat komt zeg maar als soort tegenvraag op de. Iets wat ik van een begeleider hoorde. Als ik contact opneem met de serviceorganisatie, dan voel ik me vaak dom. Dus dat hebben we andersom als checkvraag gesteld. Van begeleiders zijn minder intelligent dan mensen op het servicekantoor. Nou, daar vonden collega's behoorlijk wat van. Gelukkig ook maar. Het is natuurlijk een hele vervelende rotvraag. Iemand zegt, wat een stomme vraag, bah. Nou, zeker niet. Misschien hebben we een andere intelligentie. En wat een rare stelling. En ja, weet je, zij. Ik merk wel dat ze anders intelligent zijn. Er zijn wel veel digibeten bij. Ja. Maar servicekantoormensen zijn minder geduldig voor het zorgen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is een aanname, maar dat zou kunnen natuurlijk. En wat ik wel mooi vond bij de enquête die ingevuld zijn, dat er bij verschillende heel veel uitleg kwam waarom begeleiders doen zoals ze doen.
Dus dan stel je de vraag, begeleiders lezen niet. En dan zeggen ze ja, maar dat komt omdat ze gewoon heel veel hoge werkdruk hebben. Ja. Wat ook waar is, hè? Dat is het natuurlijk allemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel iets wat hier soms als hinderlijk ervaren wordt. Of als een hiccup of als een dilemma. Waar wel begrip op is de andere kant op. Ik vond deze ook wel mooi. Ze lezen niet, hè? Maar als het om de inhoud gaat, vinden ze lezen wel echt moeilijk. Want het zijn echte zorgmensen. Oh, er zit ook wel een oordeeltje. Mijn nekharen gingen een beetje overeind staan. Ja, gaan ze overeind? Ja, ja, bij zo'n opmerking. Ja, waarom dan? Wat zijn zorgmensen en dan lezen we niet? Die lezen niet op inhoud. Ja, dat vind ik een beetje dat ik denk, wat is dit? Maar, ja. Maar is het niet wel een beetje waar? Want ik denk wel, ik doe het als ook niet zo, hè? Ik zit hier op het servicekantoor en als ik zo'n hele uitgebreide brief krijg met hoe ik bepaalde dingen bijvoorbeeld moet doen, dan denk ik, ik ben ook al afgehaakt en ga ik heel snel een collega. Zeg, vertel even, hoe moet je dat doen? Dus het is ook jij bent ook een zorgmens geweest, hè? Ja, dus maar misschien, het is ook de manier waarop je ingesteld bent, denk ik. Of je graag verbaal toegelicht wordt, of via een filmpje toegelicht wordt, of schriftelijk. Het gaat op de communicatiestijl. Ja, maar ik hoor wel vaak dat mensen zeggen, joh, het allerbelangrijkste is zorgen voor de cliënt. En al die dingen eromheen, dat vind ik gewoon een hoop gedoe. Het gaat allemaal van de tijd van de cliënt af. En zit daar dan ook niet in dat we soms letterlijk een andere taal spreken? Ja, dat zou kunnen. Dat is interessant. Ik denk het wel. Dat we elkaar gewoon niet zo goed verstaan. En dat zit hem ook in de manier van communiceren. Mm-hmm. Ja, en ik blijf toch ook wel zitten in het onbekende daarin. Als ik weet wie er aan de andere kant zit. Wat jij wel, als je informatie wil of dat. Dat we ook wel, er staat ook wel een stukje over klagen. Het is niet vaak goed. Ik was er ook wel zo eentje op de locatie die klaagde. En nu denk ik, waarom heb ik daar nooit wat echt mee gedaan? Waarom heb ik nooit gebeld en gezegd, joh, hoe het nou in elkaar zit, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dat ook nog wel een stap is die ik zou willen vragen aan mensen die op de locaties werken. Van, pak die telefoon gewoon en vertel het ons. En zodat we er misschien wat mee kunnen. Zullen we het gewoon eens gaan doen? We gaan gewoon iemand bellen. Het is een begeleider. Zijn naam is Dennis Sprokkerieft. En ik weet niet zo goed waar hij werkt, Hessel. Weet jij dat? Ik zou het eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet. Nou, dat gaan we zo ook vragen. We gaan het vragen. En we gaan eens kijken of gewoon eens de vraag stellen of hij wel eens geklaagd heeft over iets. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dat vind ik leuk. Want het is natuurlijk wel leuk, want als je klaagt, geef je ook je wens, behoefte aan, je grens misschien ook wel aan. En de mogelijkheid voor de ander om daar iets mee te doen. Dus we gaan hem eens eventjes bellen. Daarvoor moeten we even onze headset opzetten. Met Dennis. Nou Dennis, je spreekt met Annemarie en Nicole en Hessel van de podcast What the Fuck met VAK. Hallo. Jij neemt wel heel snel op. Ja, nee, ik zat op jullie te wachten. Ik was net thuis niet in. Oh, wat goed. Hey, wat leuk dat we jou zo op korte termijn kunnen bellen. Want wij hebben echt een hele leuke vraag, denken we aan jou. Ja, nou. Ja, we hebben het namelijk over het servicekantoor en over werken op de vloer, hè, op locatie. Waar werk jij over het algemeen? Ik werk over het algemeen in Wassenaar op de Rodenberglaan. En is dat een woonlocatie of een dagbestedingslocatie? Een zorgwoonlocatie is dat. Zorg- en woonlocatie, kijk aan. Ja. Hey, en Dennis, hoe ervaar jij de samenwerking met de serviceorganisatie? Heb je enig idee wie daar een beetje zitten? Ja, zeker. We hebben verschillende servicedesken natuurlijk. Hmm. En daar kan je vragen stellen. Ja, dus dat pand in Amersfoort is gevuld met mensen die bij de service desk werken. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er veel meer mensen werken op de. Ja, geen idee. Een beetje gemeen hoor, want we hebben nog meer mensen gevraagd deze vraag gesteld. Ja. En wat wij zien is dat heel veel collega's van jou toch wel de link leggen met de service desk, inderdaad. Dus dat is wel grappig. En ik denk zelf dat het komt omdat je het meest contact hebt met mensen van de service desk. Zou dat kunnen? Klopt. Ja, dat klopt. Ja. Heb je dan ook nog een favoriete service desk? Ben ik dan ook wel benieuwd naar. Een favoriete? Ja. Is dat sarcastisch of is het... Nee, we hebben natuurlijk zelf de service desk zorgenkwaliteit. En die vinden wij zelf natuurlijk heel leuk. Maar dat zou natuurlijk leuk zijn als we ze een leuke opsteker zouden kunnen geven. Maar nou heb ik het al in je mond gelegd natuurlijk. Ja, dat snap ik. Nee. Ik moet zeggen, ik ben fan van ICT. Oh, de ICT. Ja, maar dat zijn ook hele jongens en meiden. Dat klopt hoor. Ja. Hey, en Dennis, heb jij wel eens meegemaakt dat je
dacht van, nou, ik weet niet wat ze daar bedacht hebben. Of ik merk nu dit als trend bij ons op locatie. En ik zou daar wel eens veranderingen willen. Heb je wel eens contact opgenomen met collega's van een serviceorganisatie daarover? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Wel vaak via een manager geluiden gemaakt daarover. Mm-hmm. Bij wie ik daar dan eens bij moest zijn. En ja. Nou ja, dat wordt dan vaak via de manager dan gekoppeld. Ja, via de regio-directeur. En dan weer meegenomen naar de service desk. Ja, dus jij moet zeg maar even wat mensen langs voordat jij kan zeggen van joh, ik heb een goed idee of ik heb een klacht of ik heb een opmerking. Ja, of, ja nou ja, ik weet, ja, soms weet je gewoon niet bij wie je daar dan voor moet zijn. Maar eigenlijk hoop je dan dat elke andere schijf het net zo belangrijk vindt als jij. Dan moet je dan maar op vertrouwen. Dan moet je op vertrouwen, ja. Ja, ja is dat niet, kan dat niet beter? Ja, zeker. Ja, het zou gewoon direct kunnen natuurlijk. Ja. Dan heb je gewoon direct het verhaal. Oké, ben je er wel eens geweest dan, Dennis? Op het servicekantoor? Ben jij wel eens op het servicekantoor geweest, Dennis? Nee. Ik ben één keer ben ik op het hoofdkantoor geweest. Toen had ik cursus toevallig. Ja. Nou, van jullie beiden. Ja, precies. Ja. Volgens mij hebben we elkaar daar gezien. Hey, maar dan, dat betekent dat je over een poosje nog een keer komt. Want volgens mij bij de slotdag ben je dan weer hier. Dan wil ik je eigenlijk uitdagen om te kijken of je die collega's kan vinden hier in het pand van de service desk. Ja. Veel zitten ook wel thuis te werken hoor, weet ik. Maar ze zijn ook wel hier. Ja. Hey, maar bedankt. Ik wil nog wel even zeggen dat het misschien ook leuk is als je dan toch die speurtocht gaat doen. Dat je ook nog nieuwe collega's zoekt die niet bij een service desk dan werken. En dan misschien kom je dan wel achter dat er hele leuke functies zijn buiten de service desk om. Ja. Die je dan ook gewoon rechtstreeks kan mailen natuurlijk met je goede ideeën. Hè? Want ik kan je vertellen dat heel erg gewaardeerd wordt. Dat er input komt vanuit uit de locaties. Dus doe dat. En dat voelt misschien soms als klagen of als mopperen. Maar het kan ook gewoon samenwerken zijn. Ja. Nee, zeker. Ja. Leuk. Ja. Hey, dankjewel Dennis dat we je zo mochten overvallen met deze kruisverhoor, hè? Ja. Dat mag. Nou, leuk. En, leuk dat je mee wilde doen. Dankjewel. Ja. Jij ook. Is goed. Doei. Ja, dat was Dennis. Ook nu valt me op dat het vooral over de service desk gaat, hè? Precies, meteen. Ja. Ik dacht ook, en ook wel wat ik wel hoorde, was servicekantoor en hoofdkantoor. Ja, dat hoofdkantoor ook zegt. Dat hebben we zelf gedaan een paar jaar geleden. Ja, dat wij zeggen, we zijn een servicekantoor. Ja. En dan hebben we service desk, dus misschien zit ook wel weer in taal, Hessel. Mm. Dat is een soort van hetzelfde klinkt. En ik blijf zeggen dat het op verbinding zit, want de service desk kan je bellen. Ja. Kan je om hulp vragen. De service desk is erop ingericht om mensen te helpen. Dus dat is dat connect, zeg maar. Dat is gewoon wel een soort van open verbinding. Maar je hebt een vraag en je hebt hulp nodig. Dus ik bel de service desk. Ja. Dus het is wel logisch natuurlijk. Op het moment dat je een vraag hebt, dat je dan die service desk... En dat je dan denkt, oh, dat is het servicekantoor. Maar dat er hier nog echt heel veel meer afdelingen zijn. En waarvan je eigenlijk geen weet hebt dat die er ook zijn. En ook echt heel belangrijk werk doen. Dat is eigenlijk best jammer, vind ik. Je misschien soms alleen bij naam kennen. Omdat ze onder in de mail staan. En dan kom je ze op een gegeven moment misschien een keer tegen. En dan zeg je, oh, jij was die... Nou, je zag nu wel heel mooi wat Dennis zei. Van dat ik zei, ben je wel eens op het servicekantoor geweest? Ja, bij jullie twee toch? Ja. Dus dat wel onthouden wordt. Zo van, ja, maar jullie ken ik. Dus op het moment dat jullie me bellen, nou, dan wil ik wel meedoen. Ja. Had hij ons nu niet gekend... Ja, dan vraag ik me af of hij ja had gezegd. Ja. Is toch weer die verbinding dan, hè? Ja. En onbekend echt maakt onbewind. En bekend zegt, leuk. Nou, we hebben echt collega's die bij het servicekantoor werken... die niemand kennen. Geen één begeleider kennen. Ja. En daar vind ik ook wel iets van, hoor. Ik hoop. Ja, dus die oproep die jij deed aan Dennis... die zou eigenlijk ook voor deze collega's gelden? Ja. Ja. Ga eens op zoek. Ja, klopt. En we lazen ook wel iemand die zei van... Ik vond het heel leuk, want we hebben dan zo'n velddag. Hè? Toen waren ook hier Jolanda, Sandra en Erin waren toen hier. Ja. Dat was wel heel gezellig. Hè? Dan gaan mensen pannenkoeken bakken. Dat is op sfeer heel gezellig. En je kan even proeven aan het werk en aan de locaties. Maar echt weten wat er speelt, daar heb je meer relatie voor nodig. En dat vraagt echt iets anders. Dus die oproep zou ik ook zeker willen doen... Mm-hmm.
Ik was pas een keer voor zeggenschap bij een locatie. Dacht ik, weet je, ik ga gewoon eens een avondje meedraaien. En dan ga ik eens kijken hoe het op het gebied van zeggenschap hier eraan toe gaat. Ja. Op een locatie waar ik niemand kende. Dat was echt heel, ik vond het echt heel awkward ook. Maar dat lukte me voor geen meter. Ik kwam gewoon nergens van de oppervlakte af. Het ging gewoon niet. En denk ik, ja, wil ik echt weten hoe het is? Ja, dan moet ik investeren. Ja. En dus een keertje pannenkoeken bakken is echt heel leuk, hè? Dat meen ik echt. Maar wil je echt weten? Ja, er zit zoveel meer in ons mooie vak. Dus deze podcast luisteren helpt misschien ook wel. Maar voor collega's op het servicekantoor. Ik vind het wel mooi om te zien dat er heel veel respect is alle kanten op. Dat haal ik er ook echt uit. Ja. Soms is die misschien een beetje betuttelend, die respect, dat respect. Maar het is wel vanuit een heel goed hart bedacht. Ik kan wel zeggen dat we volgens mij moeten gaan verbinden en elkaar moeten spreken. En niet elkaar zo op een voetstuk zetten. Want dat servicekantoor zijn gewoon mensen met gewone kleren aan. Hè, ze hebben een gewone spijkerbroek aan. Ik heb een zit-t-shirtje aan, omdat die anders gewoon niet zo mooi is. Ik heb gewoon sneakertjes aan. En ik ben net naar de kapper geweest, wat niet zo heel goed gelukt is. Maar we zijn gewoon hele gewone mensen. Ja, precies. En dat maakt onze organisatie ook wel toegankelijk. Ja. En dat moet je ook een beetje van elkaar weten en zien. Voordat ik te lang ga spreken en preken, gaan we er een eind aan breien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit leuke gesprek. Volgens mij kunnen we ook wederom hier weer veel langer over doorpraten. Wil je dat misschien doen? Heb je misschien een reactie? Of dat je zegt, nou, ik weet niet waar jullie het over hebben, maar daar ben ik het helemaal niet over eens. Dan kan je een mailtje sturen naar redactie@philadelphia.nl. Ja, en dan nemen we contact met je op. En dat is gewoon heel erg leuk om te weten wat er speelt. En wie weet trekken jullie al eens aan je oren de podcast in. Net als Dennis vandaag. Ja. Zo snel kan het gaan. Hey, heel erg bedankt en tot de volgende podcast. Doeg. Groetjes. Doei doeg. Het lijkt mij wel leuk om nog even, we hebben al die mooie lovende woorden over onze servicedesk collega's. Laten we er gewoon even eentje bellen. Ja, om dat even te vertellen, vind je niet? Ja, het zijn echte toppers gewoon. Oké, gaan we doen. Welkom bij de servicedesk zorg en kwaliteit. We gaan kijken hoe lang al onze duurt. Medewerkers zijn bezig met het helpen van anderen. Blijf je aan de lijn? Je wordt zo spoed. Goedemiddag, servicedesk zorg en kwaliteit met Reina. Dag, servicedesk zorg en kwaliteit met Annemarie, Nicole en Hessel van podcast What the Fuck. Goedemiddag. ja, jij wilde mij niet bellen, want je had geen tijd. Maar wij bellen jou nu en samen met jouw collega's willen we even een ode brengen aan jullie. Want we hebben aan 12 medewerkers gevraagd waar ze echt kunnen aankloppen voor hulp. En jij en de servicedesk ICT staan veruit bovenaan. Oh. Want ze kunnen altijd bij jullie terecht. Ik ben een vaste beller. Jullie zijn super behulpzaam en geduldig. Een aantal dames van zorg en kwaliteit zijn echt toppers. Die helpen je zo snel. Met name over vragen over het ECD. Nou, die kan je in je zak steken, servicedesk zorg en kwaliteit. Dat is wel heel erg leuk om te horen. Ja, hè? Dat is heel leuk. Nou, gaan we nu gauw ophangen. Kan jij weer lekker aan het werk. En die kan je lekker in je zak steken. In je zak steken, Met z'n allen even een applausje. En alle luisteraars ook even. Ja. Alle luisteraars ook even een applausje. Ja. Hey, werk ze, Reina. Dank jullie wel en succes daar. Wat leuk. Doei. What the Fuck met VAK is een podcast van Philadelphia Zorg. Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij een gewoon leven, dus een eigen leven kunnen leiden. In deze podcast hoorde je Annemarie van de Heuvel en Nicole Nijenhuis. Techniek is in handen van Sven Duits. Wil je fanmail sturen naar What the Fuck of heb je vragen, suggesties, irriteert je iets of werd je juist ergens positief door geraakt? Wij zijn hier zeer benieuwd naar. Je reactie kan je sturen naar redactie@philadelphia.nl.